Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik heb vorige week jullie laten zien hoe je je oplader van je telefoon kan beschermen tegen wrijving en tegen dat hij uiteindelijk kapot gaat. Nu hebben wij daarna de vraag gekregen of het ook met je oortjes kan en het kan. Daar heb ik een misschien nog wel betere oplossing voor dan met het veertje. Dat is namelijk een krimpkous. Ik ga je nu laten zien hoe dat moet. Ik heb jullie vorige keer laten zien hoe je je oplader kan beschermen met een veertje. Voor oortjes zoals deze, hele simpele oortjes, is dat veel moeilijker omdat een veertje eigenlijk veel te klein is om je omheen te passen. Daarom heb ik een krimpkousje gekocht. Deze krimpkousjes zijn verkrijgbaar in elke doe-het-zelf winkel. Nu vraag je je vast af waar wordt het dan precies voor gebruikt. Dat zal ik je vertellen. Het wordt namelijk heel erg veel gebruikt door elektriciëns om elektriciteitskabels te verstevigen. Je doet het ergens omheen, dat ga ik jullie zo laten zien. Je verwarmt het met een aanstekertje en dan trekt dit stofje zich om het kabeltje heen, waardoor die super stevig wordt. Kijk maar eens mee. Om te beginnen leg je het krimpkousje over het kabeltje heen en dan ga je precies afmeten tot hoe ver die komt. Ik zou aanraden om het iets onder het kabeltje te doen, zoals je hier kan zien. Ik knip hem af. En nu is het eigenlijk nog een kwestie van hem goed erop zetten en verwarmen. Dus plaats hem over wel zodat je kabeltje nog goed in je telefoon past. En dan is het de bedoeling dat je hem gaat verwarmen. Dat ga ik jullie nu laten zien. Zoals je ziet is dit stofje ontzettend goed bestand tegen warmte. Hou er af en toe een pauzetje in, zodat je niet je kabeltje versmelt. Vooral het uiteinde is het erg belangrijk dat je het gewoon goed verwarmt. Een paar keer blazen, zodat je vingers niet brandt. En zoals je kan zien is hij helemaal perfect verbonden met het kabeltje. En kan je nu veel langer genieten van jouw muziek. Vind jij deze video nou handig? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te geven. Je te abonneren op het YouTube kanaal. Je kan ons natuurlijk ook volgen op Instagram. Het zijn handigetips.ig of Snapchat. Handige tips. Handige tips. Ik zie je de volgende keer bij Handig. Dat is handig.